De regering houdt vanmiddag, op de 49ste verjaardag van de Republiek Suriname een spoedvergadering. Star News verneemt dat er een overeenkomst getekend zal worden met Chinalco, baksietgigant uit China. Dit bedrijf is uit de selectie gekomen om het baksietproject West Suriname in ontwikkeling te brengen. De overeenkomst wordt eerst besproken en goedgekeurd in de regeringsvergadering die met spoed wordt gehouden. Daarna volgt gelijk de ondertekening met Chinalco. Om 17 uur wordt er ook een spoedpersconferentie belegd door president Shan Santokhai, een cluster van ministers en een technisch team. Een delegatie van Chinalco is in Suriname en heeft zich georiënteerd in West-Suriname. Diverse bedrijven hebben interesse getoond voor het bakhuisgebied nadat internationaal een oproep werd gedaan aan investeerders om te reageren. Vorig jaar werd de presidentiële commissie Ontwikkeling West-Suriname bakhuis Baksit ingesteld. Er is een proces ontwikkeld om geïnteresseerden een expression of interest te laten indienen en vervolgens te reageren op een request voor propo al. Deze worden beoordeeld door de commissie. De bedoeling van de regering is de ontwikkeling van het gebied op gang te brengen en zoveel als mogelijk waarde toe te voegen aan de eindige grondstoffen in het gebied door de creatie van sociaal-economische mogelijkheden. De regering stelt als voorwaarden dat elke potentiële investeerder de aanwezige lokale gemeenschappen continu betrekt bij de activiteiten in het gebied, dat Suriname zijn groene imago behoudt en dat local content wordt gestimuleerd.